is Little Big Planet Vita, maar een simpele platformer die de touch- en gyroscoopmogelijkheden van de PS Vita gebruikt als een soort gimmick? Of is het misschien wel de beste Vita-game tot nu toe? Blijf dan kijken! Wat is Little Big Planet nou? Heel veel mensen die misschien op het begin kijken naar Little Big Planet zien misschien een beetje een kinderlijk overkomende platformgame. Die misschien heel simpel is en je kunt er ook wat levels in maken, toch? Als je dit denkt, dan moet je even blijven kijken, want dan moet ik jou iets vertellen. Little Big Planet is misschien wel de meest originele en overheen gekeken platformgame die er is op de markt. Hoezo, Albert? Waarom zeg je dat? Ik zeg dat omdat je hebt je Raymans, je hebt je Mario's, je hebt al die games die allemaal hun kwaliteiten hebben. Maar geen doet iets origineels en zo super als Little Big Planet. Naast perfecte controls, naast extra's die je er allemaal in kan doen, naast customization van je character, van je levels, uploaden, share, play. Dus je kunt alles van internet afhalen en daar kun je levels spelen. Er zijn 4 miljoen levels gemaakt. Vanaf Mario levels tot Tower Defense levels. Echt van alles. Je kunt zo gek niet bedenken of je kunt het maken. En dat geldt dus nu ook weer voor die Vita versie. Little Big Planet op de PlayStation neemt jullie weer eens mee in een avontuur rond een hele creatieve wereld met een episch verhaal waarin een verlaten en eenzame poppenkastspeler alle magie en leuke dingen uit de wereld probeert te slurpen, omdat niemand meer om hem lacht. Iedereen vindt poppenkast verouderd. Jij, met je Sackboy, gaat dit samen met de inwoners van Carnavalia. Met de inwoners van Carnavalia probeer je dit te voorkomen. En hierdoor moet jij allemaal in een platformwereld, sidescrolling, 2D, eigenlijk niet helemaal 2D, moet jij eigenlijk van punt A naar punt B komen. En dat is de game. Zoals ik zei, Little Big Planet is een 2D game, maar eigenlijk ook weer 3D. Het komt erdoor dat de game heeft 3 lagen. Dat betekent dat je achter bepaalde objecten langs kan lopen, maar ook voor bepaalde objecten. Dit heeft een soort leuk puzzeldynamiek dat je kan hangen bijvoorbeeld aan bepaalde klossen. En dan zak je naar beneden en het lijkt net alsof je door de grond heen zakt, maar je gaat eigenlijk erachter langs. En hierbij wordt de stijl ook vaak geïnterpreteerd als kinderlijk. En dat is niet helemaal eerlijk, het is juist creatief. Het gaat allemaal in die game om inspiratie en wat in je hoofd speelt. Alles is mogelijk. Bij veel games is na het uitspelen van het verhaal, zeker bij platformers, is het klaar. Je kunt misschien nog levels terug om bepaalde muntjes of kistjes te vinden. Bij Little Big Planet is het dan pas eigenlijk begonnen. Je moet het zo zien dat je 3 soorten takken hebt in Little Big Planet. Je hebt namelijk de story. Dat is een planeet. Je hebt de moon, your own moon. Dat is je eigen maan waar jij levels op kan maken. En die je kunt delen via het internet of whatever je wil. En je hebt nog de community. Dat is een hele grote aardbol waar iedereen ter wereld op speelt. Hoe je het moet zien is dat Little Big Planet's multiplayer is fenomenaal. Het is niet even samen met iemand ergens ingaan en een level spelen, absoluut niet. De hele story campaign, alle werelden en levels die erin zitten, kun je samen spelen met mensen. Sterker nog, als je een internetverbinding hebt en jij klikt op een level, wordt jou gevraagd: hey, huppeldepubberdepubberdepub, is dit aan het spelen? Wil jij meedoen? Kun je ja klikken en flappatee, jij zit in het level met 1, 2 of 3 andere gasten. En dan kun je door dat level heen spelen. Wat natuurlijk chaos is, want het is heel vet. Maar als jij zegt van, nou, ik vind het gamen wel leuk. Ik vind het leuk om te kijken wat de opties zijn. Ik speel het spel door en dan heb ik alle items gewoon locked. Want door het spel heen spelend, unlock je allemaal items en van allerlei verschillende objecten. Die je kunt gebruiken in de builder mode. En dat is dus je eigen maan. Dan ga je je eigen levels maken. En dat is niet een suffe level creator ding. Nee, dat is echt heel erg uitgebreid. Het is enorm. Je kunt er bijna alles in maken wat je maar kunt bedenken. Van Tetris tot Super Mario tot een race game tot een shooter. Het maakt helemaal geen flikker uit.
alles kun je bijna maken daarin. Als jij maar creatief genoeg bent. In deze beeldenmode zit ook een tutorial van maar liefst 63, dacht ik. 63 lessen die je kunt allemaal volgen. Die je gaan uitleggen hoe jij je level kunt gaan bouwen. De mogelijkheden zijn eindeloos. Ik heb er zelf heel veel mee geprutst in Little Big Planet 2. Die overigens ook gewoon heel tof is. En het is gewoon heel vet. Je kunt daar de hele dag mee bezig zijn. En als dat niet jouw pakkie aan is. Als jij dat niet vet vindt om hele levels te gaan creëren. Ga dan gewoon online naar de community wereld. Kijk dan naar de enorme scala van levels die daar beschikbaar zijn voor jou. Van Pong tot Tower Defense Games tot alles. Dus het maakt helemaal geen flikker uit. Het is gewoon... Het is echt niet te bevatten hoe uitgebreid die game is. Grafisch doet Little Big Planet niet echt onder voor zijn grote broer op de PlayStation 3. Wat een exclusive is. Deze zijn niet te spelen op de Xbox, deze games. Of op de PC of op Mac. Grafisch doet hij er eigenlijk niet onder. Hij doet er misschien wel een klein beetje onder. Maar je moet je voorstellen dat je dit op een veel kleiner schermpje speelt. En ook nog eens OLED met hele fijne, felle kleuren. Dus... Wat voor resultaat geeft dat? Dat trekt dat zeg maar recht. En dat maakt het erg mooi om naar te kijken. En ik wil wel zeggen, de mooiste game die ik tot nu toe heb gespeeld op de Vita. En ik heb Uncharted, Rayman, Wipeout. Heb ik allemaal gespeeld. En dit is verreweg de beste. Verder vind ik dit spel ook erg geschikt voor handheld. Waar ik Uncharted niet zo heel vaak heb gespeeld. Oh, koochie, koochie, koe. Vanwege het feit dat je zit eindelijk in het verhaal en dan is je trein alweer op het perron, kan het bij Little Big Planet wel. Want Little Big Planet's werelden zijn opgedeeld in heel veel levels. En die levels hebben ook weer eens kleine side-leveltjes, kleine arcade-spelletjes, zo kun je ze noemen. Deze kun je heel makkelijk spelen en het kost maar een minuutje, zo'n side-level. Zo'n hoofdlevel kost je misschien 8, 10 minuten. Dat is precies een busreisje of als je ergens moet wachten. Maar nogmaals, als jij je Vita uitdrukt, kun je volgende keer gewoon weer verder gaan waar je gebleven bent. Je hoeft niks handmatig te saven, dat doet allemaal constant zelf. En ik heb nog niet gehad dat ik een save game kwijt ben geraakt. Wat je wel moet weten, is dat er een network pass bij zit. En dat houdt in dat jij een bepaalde code moet invoeren voordat je online kan spelen. Waarom doen we dit nou? Dit doen ze zodat jij niet tweedehands games gaat kopen. Als jij deze game dus tweedehands denkt te kopen op Marktplaats en dan online te kunnen, dan heb je je vergist. Dat kan helaas niet. Dan zul je een nieuwe network pass moeten kopen. Dan ben ik niet helemaal zeker of dat ook kan. Dus ze dwingen je hierdoor om een nieuwe versie vers uit de winkel te halen. Of hem te downloaden van PlayStation Network. De features van de Vita. De features van de Vita zijn natuurlijk de back touch, de front touch en de gyroscoop. Is het kut? Nee, het is het eerste game waarbij ik zelf ervaar dat het heel erg tof is zelfs. Je moet je voorstellen dat je in bepaalde levels blokjes hebt. De blauwe blokjes kun jij manipuleren met je vingers. Terwijl de checkboard opstaat kun je hem bijna laten surfen zo. Ook zijn er groene blokjes. Groene blokjes staan voor uitdrukbare blokjes. Dus je ziet een rij blokjes waar je overheen kan lopen. Dan moet je aan de achterkant gaan duwen waar de blokjes zitten. En vervolgens komen die dus naar voren, zodat jij erop kan staan. De laatste functie die ik heb gezien is dat je met je grappling hook kun je vasthouden aan diverse obstakels. En dan kun je de Vita tilten, heb ik een Winnie in mijn handen, kun je de Vita tilten en dan glij je zeg maar die kant op. Een leuke toevoeging aan de game zelfs. Wat ook voordeel is natuurlijk bij die touch controls, is dat je in de game maker, kun je heel makkelijk op deze manier objecten groter of kleiner maken. Je kunt ze makkelijk draaien, je kunt makkelijk dingen aanvinken die je wilt hebben of wat dan ook. Dus dat vind ik erg goed werken. Al met al vind ik Little Big Planet Vita een van de beste Vita games die ik tot nu toe heb gespeeld. Is het niet misschien wel dé beste die ik heb gespeeld? Het neemt jou mee in een wereld vol creativiteit en grappige karakters. Het is moeilijk, het daagt je uit. Het geeft jou de mogelijkheid van het maken van tientallen levels. Zo gek als jij kan bedenken, maak het. Het loopt soepel, het werkt goed. De touchfuncties zijn helemaal perfect. En de online multiplayer is eindeloos. Wil jij een game waar jij je heel lang mee kan vermaken? Ga dan Little Big Planet Vita halen.
www.nl, gamereviews.nl. Klik erop en check die shit snel. Ben je gamer, je moet me geloven. Check die shit tof, game over. www.nl, gamereviews.nl. Klik erop en check die shit snel. Ben je gamer, je moet me geloven. Check die shit tof, game over.